Verslaving. Vandaag gaan we een uur, meer dan een uur zelfs, babbelen over verslaving bij What's On Your Mind. Ik ben Peter Snouwaert en mijn gast is Tom Brakke, beter gekend van de Tim Tom podcast, samen met Timothy. Maar vandaag gaan we daar bijna niet over praten, maar gaan we een uur lang, langer dan een uur, babbelen over verslaving. Hoe kom je eraan? Hoe raak je ervan af? En wat is eigenlijk Tom zijn relatie met verslaving? Heel boeiende aflevering met Tom Brakke. Geniet ervan. Welkom bij What's On Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Bon, Tom Brakke, here we are again. Ja, wat een eer om hier terug te mogen zijn. Godverdikke, jong. Waar is de tijd? Wanneer is het de eerste keer eigenlijk dat we elkaar leren kennen? Een half jaar geleden, iets al langer. Hè? Ik dacht dat het een jaar was. Nee. Het is in 2021. 2021, ja. Maart, april? Ja, het zou zo wel iets kunnen zijn. Hè? En meer dan drie. Ja, zot, hè. Dat er op die tijd allemaal wel is ontstaan ook. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, dat is echt. Ik had het nog over laatst. Als ik naar hier rijdend was, ik dacht van wauw, maat. Dat is zo. Iemand die ik niet kende tot 9 maanden geleden, komt dan in je leven. En dan zoveel gelijkenissen. En dan zo'n mooie band. En zo, wauw. Dat is echt wel zo die puurheid. Ja, echt fantastisch. Ja. Dat is zeker heel dankbaar voor hem, trouwens. Ja, 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 dat is echt dat wel, is, ja. Dat is ongelooflijk wat een podcast kan doen, hè? Ja. Mensen onderschatten dat aspect. Hè. Dat, ik kan het nu een keer heel business-wise noemen, het networking aspect. Maar je leert toch wel fantastische mensen kennen. En ook het feit dat jullie, en bij mezelf is dat ook zo, je voert sowieso een dieper gesprek, die soms de meeste mensen niet eens met hun vrienden doen in 20 jaar. Dat creëert toch altijd een bepaalde energie, een bepaald zaadje dat je plant voor een begin de relatie, vind ik. Omdat het heeft iets heel intiems. Ja, zeker en vast. En je voelt het ook wel of dat het echt wel resoneert of niet. Want ja, je hebt hier ook gesprekken dat wel mooie, leuke gesprekken zijn, maar dat je dan zoiets hebt, oké, ja, that's it. Maar met u was dat ook inderdaad. Hè, er waren dan ook 2 podcasts op 1 dag dat we deden. En dat was ook al een heel andere energie. Jij bij ons in de podcast en wij bij jou in de podcast. Ja, het is juist, ik weet nog een Timothy, dat had toch 2 keer hetzelfde ja, zijn. Ja, you wish. En dat was even toch net ietsje anders, ja. Just, ik herinner me nog. Shit, man. Toen was hij een heel andere persoon dan ik ook. Ja, als je een keer even ziet, ja, op die 9 maanden is er eigenlijk alweer zot veel veranderd. Hè? De ene keer dat je het pad aflegt van persoonlijke groei en zelfontwikkeling en spiritualiteit, had alles... Allee, voor mij toch lijkt dat... Een dag lijkt dat er niets gebeurd is, maar kijk dan een jaar later, dan denk je, shit, wat is er allemaal gebeurd, man? Dat is, ja, kijk, ook net datzelfde gevoel, dat je denkt van... God, het kan hier rap genoeg gaan en dat marcheert hij niet of dat gaat hij niet vooruit. Maar dan kijkt hij echt effectief eens een keer terug naar ja, wat kan ik dan? Ja, dat. What the fuck, man. Ja. Ik vind dat altijd grappig. Zo van die mensen die... Patrick Kik doet dat ook, hè. In zijn podcast moet hij dan naar het toilet. Die had dan naar het toilet en die podcast loopt zo door. Zo. Ja, ja, ja. Of de Giel Beelen die gaat dan naar het toilet en dan altijd met zijn commercial tanden. Zo. Ja, 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 inderdaad. Ja. Zijn jullie van plan om commercials in je podcast te steken? Ja, hij heeft ons wel zo getriggerd op een of andere manier, hè? De Giel Beelen. Maar hoe dat we het juist gaan doen, maar ik vind dan wel zo dat de flow eruit is. Zeker als je dat midden in een podcast doet. Zo. Ja, en dan nu Storytel of ik weet niet wat dat bij hem is. Dat is iets van, ja, gast, doet dat dan de voor of erachter of zo? Ja, voor maar, mij in het begin of het einde vind ik ook ja, ja. In mijn, ja, ik weet niet. Ja. Mid is al min. Ja, nee. Nu, podcasten is eigenlijk wel verslavend, hè? Ja. Eigenlijk wel. Want jullie gingen stoppen naar 100. Allee, stoppen. Jullie hadden een projectie voor, we doen er 100 en we zien dat wel. Ja, maar na 20 podcasts hadden we al door dat we de 100 gingen overschrijden. Ja, ja dat is echt wel een soort drug, hè? Zo gewoon die inspiratie dat je elke keer krijgt, ja, dat wordt op een of andere manier, is dat een bepaalde leegte, of ik weet het niet, ja, die inspiratie, dat, ja, daar ga je van op aan, ja, uiteindelijk. Dat is, je gaat er van op aan, je voelt je daar goed door, tegelijkertijd vraag ik me dan ook af,
of dat dan ook niet het probleem zou kunnen zijn. Dat je, want uiteindelijk heb je al die boeken en al die video's en al die bazaar, heb je dat eigenlijk niet nodig, want het antwoord is zitten in jou, hè? Ja, dat klopt. Maar ik merk wel eens met podcasts, als je tegen dingen aanloopt en je nodigt een expert uit, dat je dan wel ja, je vragen kunt stellen en dat toch wel soms wel verrijkende inzichten geeft. Ja, maar sowieso. Maar neem niet weg dat die antwoorden ook sowieso al in u zitten, maar dan in die stilte gaan. Hè. En dat is wel eens iets van... vind ik wel af en toe een moeilijke. Dus echt wel de stilte gaan opzoeken om de antwoorden uit u te laten komen. Ja, ik weet dat niet. Het is... als je nooit zo in elkaar zat en altijd zo van het een naar het ander, vind ik dat nu wel... ja, als je die een shift maakt, ja, dat doet ook niet van de ene dag op de andere. Nee. Hoe is dat bij u eigenlijk zo van... Dat is hetzelfde, hè. Maar ik ga natuurlijk ook niet mediteren, hè? Nou, Wim Hof ademhaling doe ik nu. Ja, ja, dat is iets in dezelfde stand, ja. Hè. Ik doe het wel 2 keer per dag en ik sta daar wel heel hard op. Als ik het niet doe, voel ik me echt niet goed. Ik voel me quasi schuldig. Ik heb mm-hmm. dat, voel dat ik dat nodig heb. Dus dat wel. Maar ja, dat wil ervoor niet zeggen dat dat, dat dat automatisch daarmee oplost. Dus ik probeer wel genoeg rustmomenten in te plannen. Dat ik niet heel tijd want ik zou kunnen bezig blijven. Mm-hmm. Daar heb ik echt totaal geen moeite mee om continu te werken. En zeker in deze tijd van nu, wat hij van prikkels, er is niet zo heel veel dat ik kan doen. Sociaal nee. leven is quasi afgebouwd. Dus ja. Ja, ik. Ja. Nu, wat ik een keer bij jou wel over hem neem, Tom, is. Mm-hmm. Het een tijdje geleden Facebook Live gedaan rond verslaving. Ja. Waar je heel open hebt gesteld. En ik stel me bij verslaving altijd die heroïneverslaafde. Man, vrouw voor die er in de goot ligt, die hij geld heeft en die ja, quasi op de rand van marginaliteit leeft. Zo. En intussen weet ik ook wel, tenzij hij me gaat inspreken, dat dat niet waar is. Wat betekent dat eigenlijk voor jou, iemand die verslaafd is? Iemand die iets nodig heeft. Of iemand die zijn diepere gevoelens of emoties niet wil toelaten. En dat was, heb ik nu wel ervaren, niet ermee om kunnen, de emoties die komen en dan een vlucht zoeken. Dat kan in verdoving zijn, maar dat kan ook in werk zijn of in sporten, noem maar op, of alcohol. Maar gewoon niet, wow, die emoties er niet tegen bestand zijn om die toe te laten. Dat is voor mij wel iets dat ik nu er wel uithaal bij verslavingen. En ja, niet content zijn met jezelf. Een beetje tekort aan zelfliefde. Ja. Was jouw mama en papa verslaafd? Mijn pa die, heeft ook wel moeite om zijn emoties te uiten en te voelen. En die drinkt toch ook regelmatig zijn pintjes. Ja. En heb je dan met hem al een gesprek kunnen overvoeren? Die is heel introvert en is heel moeilijk om ermee te praten. Die heeft eigenlijk ook wel een serieuze rugzak. En die is helemaal naar binnen gekeerd. Een hele lieve mens. Je kunt er alles aan vragen, maar om een goed volwassen gesprek te doen, dan klapt hij toe. En dus, over gevoelens kan hij niet praten of zo, emoties. Nee. Want je ziet eigenlijk zo 2 stromingen. Al dat is toch al sinds dat ik het in mijn hoofd zie. Mm. Mensen die in een soort omgeving opgegroeid zijn, waar de mensen verslaafd zijn. En dus worden ze zelf ook verslaafd. Het dat de mensen die opgeruid zijn in zo'n verslaafde omgeving. En die kiezen dan resoluut voor een heel ander leven. En de persoon dat wij kennen, die begint met een Vincent, is in een ander in zo'n omgeving opgeruid. Hoe kijk je daar eigenlijk naartoe? Is dat iets dat je kan doorgeven? Ik denk dat het wel voor een stukje wordt doorgegeven, omdat je... leert hoe kun je met emoties omgaan. En als dat is dat voor jou de kern? Hoe kan je met emoties omgaan? Voor mij was dat wel die gevoelens. Ik besef nu, die jarenlange verslaving, ik kon niet alleen zijn. Maar als ik er dieper over nadenk, ik was bang voor de confrontatie met mezelf.
de gevoelens die eventueel zouden kunnen komen. Wow, dat was ik niet tegen bestand. En dan had ik iets nodig om te verdoven of om te vluchten of op café te zitten. Om toch maar niet naar mijn gevoel te moeten gaan. En wat voor leeftijd is dat begonnen? Is dat, moet ik me rond voorstellen, rond je 12, 13 op de speelplaats? Mm. Allee, met een sigaretje of zo? Of? 16, 17. 17 jaar, denk ik. En ik was eigenlijk wel iemand... kon wat moeilijke verbinding maken en ik was eigenlijk wel depressief. Ik voelde me eigenlijk wel eenzaam en niet gelukkig. En dan is een magische pil in mijn leven gekomen. Ecstasy. Ja. En hoe is dat dan via vrienden dat je dat leren kennen? Via vrienden. En dat was dan ook voor een stuk dat je er dan bij hoorde. Merken, hey, ja, dat besef ik nu. En je zei iemand thuis... werd er op een manier niet naar mij geluisterd of was ik van geen tel of werd ik niet begrepen? Ik heb wel een lange tijd gehad dat ik me niet begrepen voelde. Dus zo van, allee, ja, op een of andere manier. Maar nu is dat helemaal oké, want ja, nu ben ik ben veel liever de afwijking dan dat ik hier in die rat race moet meedoen. Maar dan was ik er echt wel niet voor bestand, al die heftige emoties en gevoelens. En dan... die depressiviteit dat ermee gepaard ging, dan ontdekte ik die ecstasy en wow, ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. Dan was ik echt wel... oh, dan voelde ik mij gelukkig, die gelukshormonen. En dan dacht ik van, wauw, het leven kan toch nog wel een bright side. Ja. En was die ecstasy dat gekoppeld aan typische discotheek met housemuziek en al? Ja, ja, ja. Ik heb echt wel van mijn 17 tot mijn... 23. Dus dan moet ik me dat voorstellen. Wat is dat allemaal? De Cherry Moon en de Boccaccio. Cherry Moon, Boccaccio, en... Balmoral, Lamborghini, La Rocca. En dat waren, ja, mijn week... Hey, mijn weekends duurden 5 dagen en mijn week was maar 2 dagen om te recupereren. En hoe jong was je dan? 17. En ging je dan nu naar school of zo? Ja, maar het was veel brossen en ja, dat was... ja, ik was het allemaal wat beu. En dat was precies mijn redding, ja. En je ouders, ik je pa of zo, zijn die dan niet van Brakke, hou hier? Die waren bezig met hun eigen proces. Ja, ze zullen dat misschien ergens wel gezien of geweten hebben, maar ik kon niet echt bij hen terecht. Hey, ik heb altijd onderdak gehad, altijd eten, mijn was weer gedaan. Dus wel heel dankbaar wel. Maar ze wouden... misschien diep van binnen zagen ze dat wel, dat ik met dingen bezig was, maar ze hebben dat nooit zoiets, ze hebben dat van al de weg geduwd. Zo van, ja, nee, dat kan niet. Of ja, ze hebben dat niet willen aanvaarden of willen zien. Nee. Nu, de dochter van binnen, of rond de 20, hè? Stel je voor dat die nu zelf verslaafd raakt aan ecstasy. Ja, ik heb er met haar wel al... gesprekken over gehad, maar ik ben altijd heel open geweest tegen haar, dus ze kent mijn verleden. En, is ze effectief ook al dronken gezien of zo? Dronken heeft ze mij wel gezien, maar ja, ik was een plezante als ik gedronken had. Ah, okay. Dus heeft ze eigenlijk wel ja, niet echt zo'n nare herinneringen van dat ik dronk. Dus ja, dus hij zei... Maar niet agressief of zo? Nee, dus vond dat wel... Zo van, ja papa, was jij de plezant als jij gedronken? Ja, als je iets te veel had gedronken, een beetje zagen of dingen, maar ja, ik was helemaal oké ermee. Maar van drugs, ja, daar is ze eigenlijk wel schrik van. Ja. Oké. Okay. Ze heeft ook 1 nier en dan heeft ze zoiets van, wow, nee, dat ga ik niet riskeren. Alhoewel, jointjes roken dus ze dan wel regelmatig. Maar ja, ik heb zoiets oké. Maar drinken dan ook weer niet, of sporadisch een keer, heb ik oké, ja. Dan liever een... Want ze proberen iets te verbieden aan je kind, dat gaat niet helpen, in tegendeel waarschijnlijk. Hè? Nee, daar ben ik ook wel achtergekomen. Eigenlijk van mij mag ze alles, maar ja, dat is ook wel voor mij een moeilijke geweest om grenzen te stellen. Om duidelijk te zeggen, nee, ja, dat vind ik tot op heden nog altijd vrij moeilijk. Dat is ook oefenen, hè. Hoe meer dat ik het nu begin toe te passen, hoe makkelijker dat mij ook afgaat. En, maar nu heb ik ook wel tot besef gekomen van... ja, zij heeft die ervaringen nodig. En ik was vroeger, dat ik dacht van... wow, als je die keuze maakt, dat gaat pijn doen. En ik ging dat voor haar opvangen. Of zo. Maar terwijl dat ik dan nu zie...
Nee, dat is eigenlijk egoïstisch van mij, want dat is de ervaring die zij nodig heeft en ik ga die voor haar opvangen. En ja, ja, dat is wel ook een klik dat ik gemaakt heb van oké, laat ze maar een keer met haar kop tegen de muur lopen. Dan voelde het en dan leerde de les. Ja. En je, ben je bang dat je verslavingsverslaafd zit, waarbij dat je in de verkeerde omgeving met de verkeerde omstandigheden weer aan het een of het ander zou kunnen verslaafd raken? Je wordt wel constant uitgedaagd. Hè? Zo... Of zoek je dan een bepaalde omgeving niet meer op? In het begin was dat wel, als ik stopte met alcohol, ja, en dan ging ik zo naar een feestje, dan in het begin is dat wel heel onwennig, hoor. Als je zo, ja, al mijn feesten, of dat dan de voetbal, of noem maar op, het was altijd alcohol mee gemoeid. Ook op mijn werk als ambtenaar, altijd alcohol, het syndicaat als afgevaren, altijd alcohol. En als dat dan in één keer wegvalt, en mijn identiteit was eraan gekoppeld, van wow, wie ben ik nu nog zonder alcohol? Want alcohol stond ook voor plezier, verbinding maken met mensen, humor. En ik was gestopt met alcohol. En ik dacht van, oh, plezier, verbinding maken, humor. Ah, nee, dat hoort bij alcohol. Nee, oh, en dan begon ik, heb ik even een fase gehad dat ik heel serieus was. Dan Naomi zei van, papa, het zou toffer zijn, moesten we beginnen drinken, want nu zei jij wel een eikel. Een eikel of een droge. Zo. Alles is dus serieus. Als ik erop terugkijk, denk ik, oh my god, mat. Ja, dat is wel juist. En daar heb ik wel geleerd om mij ook oké te voelen en humor en plezier te kunnen maken zonder alcohol. En nu gaat mij dat eigenlijk heel goed af. Dus ik kan... maakt eigenlijk niet... ik kan hetzelfde plezier ervaren zonder alcohol dan met alcohol. Dat is voor mij wel een hele grote overwinning. Ja. En bijvoorbeeld, ik in de ambtenarij had het daarnet ook vermeld in het syndicaat. Ja, hè, nieuwjaarsfeestjes. Hè, ze brachten letterlijk de ambtenarenbal. Hmm. Ze brengen letterlijk de plateau met de pin. Ja. Het kan niet op. Voor jou is dat eigenlijk ook zo dat de maatschappij, alleen het alcoholgebruik, zou ik maar zeggen, eigenlijk letterlijk stimuleert. Want wij babbelen nu over alcohol en drugs, maar koffie is dat sowieso. Mm-hmm. Maar ook het Netflix gebeuren of seksverslaving, of zelfs hard werken. Ja. Want het gaat uiteindelijk altijd over die zogenaamde hard drugs, hè, de alcohol en de drugs zelf. Maar het zit dan uiteindelijk wel veel dieper dan die twee, eerlijk gezegd. Hè. Het komt er eigenlijk elke keer op neer van dat je jezelf gaat ontkennen, hè, dat je niet naar je gevoel wilt gaan, hè, en dat je afleiding nodig hebt. Hè. Want, sorry, ik onderbreek, wat je nu zegt, dat is hetgeen wat Jan Heurts, die ken je wel, hè, Jan Heurts, ja, die spreekt over zelfafwijzing. Hè. Uh-huh. Maar je kunt dan ook jezelf gaan afwijzen terwijl dat je aan het drinken bent, bijvoorbeeld. Hè. Ik ben verslaafd eraan. Ik wees mezelf af en dan zeg je, shit, ik ben verslaafd, wat voor een kalf ben ik? Ik ben nu aan het drinken, dat mag ik eigenlijk niet doen. Dan zeg je jezelf weer aan het afwijzen. Ja, ja, ja. En is zo'n cirkel dat je gewoon niet kan stoppen. Dat is echt wel een destructief patroon. En met dat drugs... eerst was het drugs en de manier dat ik ben vanaf geraakt, dat is dan eigenlijk wel dankzij de overheid geweest. Oké. Okay. Dat was 5 jaar en dat was zo af en toe wel een keer interim werk doen om eigenlijk mijn verslaving te kunnen bekostigen. En geen toekomst, geen doel. Elke keer leven naar het weekend toe. Ah ja, oké, okay, ja. Zien dat je genoeg bollen bij had. Genoeg specie om de nachten door te gaan. En dan ineens kreeg ik de kans bij de overheid. Wow, ik zeg, dat was mijn reddende engel. Ik zeg, ik krijg een nieuwe kans in mijn leven, maat. Dus dat, en dan, het is heel raar hoe dat dan in je systeem gaat, je hebt een doel dat groter is dan je probleem. En dan kon ik onmiddellijk stoppen met drugs. Zo ging dat. Wow, ja, oké, okay, die kans die laat ik niet ontglippen. Want het was dat, of in het gevangen. Dat is, is dat dan het advies dat je heeft van iemand die verslaafd is? Zoek een doel die groter is dan je probleem? Ja, zoek een doel waar dat van aangaat, waar dat je energie van krijgt. Want dat merk ik nu ook. Mensen dat ik begeleid,
ja, ze zeggen, ja, ik heb al wat therapie gedaan, maar ja, ter vallen. Oké, je kunt eerst wel je shit naar omhoog doen en ermee aan de slag gaan via regressie of andere dingen. Maar dan is het, hè, dan al die tijd dat is vrijgekomen en al die energie. Ja, wat gaat je dat doen? Hè? Hoe gaat je die besteden? En dat is meestal, de mensen hebben dan geen toekomstplan, weten niet van welke richting wil ik nu uit. En als dat helder is van, wow, en je maakt een toekomstherinnering van, oh, daar wil ik naartoe, en je ziet dat, dan weten we wat dat het doet. En dan heb je wel weer een doel die je richting geeft en die je ook af en toe helpt herinneren, ah, daarom ben ik gestopt. Dat is voor mij wel een hele belangrijke. En het een gaat niet zonder het ander. Heb je eigenlijk een idee hoe dat je leven er zou uitgezien hebben zonder dat je al die alcohol en drugs zou genomen hebben? Ja, geen idee. Zou je dezelfde zijn? Ja, natuurlijk niet, maar goed. Nee, ik zou... zou ik hier misschien zelfs nog rondgelopen hebben? Zou ik me misschien... Is dat? Zou je van kant gemaakt hebben? Misschien. Dat ik er niet... geen raad wist met die emoties of met die gevoelens. Of met die demonen in je hoofd. Of die demonen, of het zou zomaar eens kunnen. Maar ja, het heeft altijd zo een rol gespeeld. En dan dacht ik, oké, af van mijn drugsverleden, van mijn drugs. En dan ga je bij de overheid en de eerste dag, ja, je zei het er net, nieuwjaarsreceptie. En dat was dan nog op het bureau. En dan zeiden ze, oké, ja, dat was net achter de nieuwjaarsreceptie. Ja, zeiden ze, ja, vandaag werken we nog niet. We hebben nog wat overschot. En om 10:30 kwam mijn baas. Easy, een pint. Maar echt, ik dacht dat Candid Camera was. Maar ik zat nog, ja, nog aan het flippen en maat. Ja, ik was nog wel aan het afkicken van die drugs. Zo 5 jaar serieus aan de doop gangen. Dus ja, ik was wel mensenschuw. En ik dacht, wow, die willen mij hier in het zak zetten. Of die willen mij lynchen. Nou, dus in dat drugsmilieu. Ja, daar komt ook wel dingen tegen. En dus, ik betrouwde niemand niet. Ik dacht... Maar dan zaten nog andere mensen ook drinken. En dan dacht ik, oké, ja, kon nu wel al wat pinten verzetten en zo, het voetbal en zo. Als ik voetbalde en ja, naar de voetbal ga kijken. En dan dronk ik een en dan was het middag en had ik al 3 pinten uit. En dan zeiden ze, oh, Tom, we gaan nog in de Laguna heen gaan drinken in een cafeetje. Ik dacht, mooi maat, dat is hier gewoon feest, maat. En dan ook nog 1 pint of 10. Dus mijn eerste dag was al 12,5 bak uit. En dan met een trein naar huis. En dan met een trein naar huis. En dan, dat heb ik 20 jaar gedaan. Van eens keer bij de juiste bende gevallen. En, 20 jaar. Hij toen 20 jaar zo ja, pintjes gedronken. Heftig, ja. Meen je? Ja, jongen. Nou, en dat was, zeker in de jaren 90, was minstens altijd 1,5 bak. En dan soms al aperitieven om 11 uur. Batida de coco of vodka. En dan hadden we nog een bar op het werk. En dat was dan om 11:30 naar beneden. Hè. Van 11:30 tot 13:30. Verre 2 uur in de bar. En dan stelde je daar met een man of 10, 12. Iedereen trekt 1 keer 75 cent voor een pintje. Zo, ja, 12 pinten uit. Even naar het bureau om 11:30. En om 13:30 je hoofd laten zien. Hup, weer naar beneden. Dan in de keuken. Stonden dan om 1 kliksken. Daar in het restaurant, de keuken. Hup, aan de frigo, hup, ook nog pinten drinken. En dat was echt wel, dat was heavy shit. Heb je nog contact met die mensen? Nee. Dat is eigenlijk zot. Maar dat is hetgeen dat Edwin Selay ook zegt, hé, want hij is ook zwaar verslaafd geweest. Zat eerst in een boot en dan een drugs, een drank. Maar dat hij niemand meer ziet. Op het moment dat hij bij zijn derde kind, dacht ik, of zijn tweede kind in het ziekenhuis stond, zei hij van, hij was letterlijk zo gestopt dat er iets was met zijn kind. En alles weggespoeld, alles weggegoten. En nooit meer iets aangeraakt, heeft die mens nooit meer gezien. Nee, dat is eigenlijk wel zot. Ik ben dan ook gestopt met werken, in 2018. En dan in het begin had ik nog eens wel contact nog met enkele collega's. Maar is dan ook verwaterd. Ja, dan een nieuw pad ingeslagen. En dat was dan toch wel iets een beetje te ver van hun bedshow. En dan automatisch verdwijnt dat. Ja, die zijn zo... gewoon uit mijn leven verdwenen. Terwijl, ja, als ik nu nog mensen zie zo van die entourage, is het nog, maar je hebt geen voeling meer met die gasten. Het is echt wel dat je merkt van een andere trillingsfrequentie. Ja, dat je zo andere mensen in andere situaties aantrekt. En omdat je dan zelf op een hogere trilling zit,
verdwijnen die mensen. Dat is eigenlijk wel heel mooi, dat je wel een pad bewandelt met mensen, tot wanneer dat u niet meer dient. En dan moet je dat ook loslaten. Nu, je bent eigenlijk niet verslaafd, je doet verslaafd, ja. Zou Edwin Selay zeggen. Klopt. Kan je het dan vandaag volledig zeggen dat je vrij bent van verslaving? Dat heeft ook nog wel heel even geduurd. Ik moet eerlijk zeggen, 2017, een zware bore-out. En dan dacht ik, shit, maat, dat leven wil ik niet meer. Het enige dat ik nog graag deed, gaan werken, was op café zitten onder de middag met de collega's. Ja, dat is ook niet de juiste intentie. En zelfs dat was om het nu niet meer leuk. Altijd diezelfde verhalen, altijd dezelfde mensen. En ik was het eigenlijk wel beu. Dan dacht ik in 2017 van, ja maat, wat moet ik nu gaan doen? En The Miracle Morning was op mijn pad gekomen voor meer energie. Vroeger opstaan en zijn levensverhaal was, had alles gebroken in zijn lijf. Maar zegt hij, ja, ik ga geen marathon lopen, maar ik ga een dubbele marathon lopen. Dat was voor mij, wauw. En dan zei ik, oké, ik ga geen halve marathon lopen, maar ik ga een marathon lopen. Zoals 20 jaar geleden dat ik sport had. Op 7 maanden tijd, kijk, weer een doel dat groter was. Ik dacht, ja, als ik een marathon loop, dan is het best dat ik niet meer drink. Dus dan lukt dat op een of andere manier. En tegen wat mensen gezegd, kan een marathon lopen. Maar hey, jongen, brak, jij een marathon lopen. Zot, 20 jaar niet getraind. Ja, dat stimuleert me nog meer natuurlijk dan. En dan ook wel gedaan. En maar ja, mensen die dat doen, kunnen best dat vooronderzoek doen. Want ik dacht, in oktober, marathon in Lissabon, herfstzonnetje. Maar Lissabon is redelijk bergop. Dat is een van de zwaarste marathons die je kunt kiezen. En toen was er nog een nette golf erbij, 33 graden. Ik dacht, oh my god. Maar heel raar, ik dacht dat gans mijn leven, heb ik die marathon gelopen voor mezelf? Nee, eigenlijk voor een anderen. Voor... dat mensen op een andere manier naar mij zouden kijken. Zo dat echt die externe validatie, gewoon ja, van mij. Ja, echt wel. Als ik er nu... Kijk een keer naar mij, hey, wat ik doe. Zo eigenlijk zielig, als ik er nu over nadenk. Zo van, oh, zie me een keer graag. Ik dacht, dat shit, man. Maar dat besef is er maar erna gekomen. Dat ik dacht, fuck. Heel raar, om ze toch maar ergens kunnen bijhouden en mensen nu op een andere manier een keer zouden appreciëren of accepteren. En ik dacht ook, wow, als ik die medaille heb, dan ga alles veranderen. Zie. En dan eigenlijk niet genoten van dat proces ernaartoe. Zo die eerste 10 kilometer dat er loopt, of 20. Nee, enkel. Ja, die finish, die medaille. Ik zei, wat dan ga alles veranderen in mijn leven. En dan ja, die medaille, dat is wel een geluksmomentje. Je zet dat dan op Facebook. Al likes, proficiat. Wow, ja, die gelukshormoon krijgt een boost, dopamine in je lijf. Maar dat is zo kortstondig. En daarna is dat weg. Maar mijn doel was ook weg. En wat was het? Wat gebeurde er terug? Zwarte hat. Begon weer te zuipen. Ik dacht, fuck. Weer zuipen. En ik zeg, ik heb wel bewezen dat ik discipline en wilskracht heb om een marathon te lopen. Maar met discipline en wilskracht kun je niet van de verslaving vanaf afraten. Nee, nee, dan dacht ik van, wow, dat zit nog dieper. En dan had ik gehoord, hypnose. Nou, wist ik veel hypnose. Ik dacht, hypnose is hypnose, ja. Of ken ik dat van de... Van tv, zoals van de tv. En ik dacht van, ja, ik opzoeken. Ja, hypnose, verlost van uw verslaving. Ik dacht, wow, dan een keer proberen. Zo een Google ingetikt, omgeving Gent. Wat de goedkoopste natuurlijk. En ja, bellen. En hij zei, ah ja, kijk, morgen kun je al komen. Ik zei, amai, dat is rap. En dan ging ik bij die kerel. Dan zei hij, oké, leg die maar. En ik weet nog hoe, ik legde mij, die kwam bij mij en die rookt naar de sigarettenmaat. Ik dacht, kerel, je bent hier zelf verslaafd en jij gaat mij van mijn verslaving al helpen. Ik zei, dan ga ik ook nog komen kijken. Dus dat, ja, dan was al bij mij al in mijn hoofd van, nou, dat zal hem niet worden. Maar die kerel wel dankbaar, want hij heeft het zaadje geplant. Want ik dacht, maat, wat dat jij kunt, hey, wat dat jij doet, dat kan ik beter. Maar ik zei, ik moet wel de beste nemen. Dus dan heb ik wel gezocht een hypnotherapeut en dan kreeg ik het besef. Maar kijk, als ik nu een hypnoseopleiding volg, kan ik aan mijn probleem werken, voor wel mijn verslaving af te geraken, plus dat ik het ook leer. Want ja, ik zou dat niet meer zitten om ambtenaar te zijn. En zo is dat dan wel begonnen. Dan vond ik Martijn Groenendaal in
Den Haag. Al mijn spaargeld, in hostels over nacht en noem maar op. Maar ik had weer een doel. Hè. En dan ziet hij ook, zegt hij, ja, Tom, waarom maak je van uw shit uw mes niet? Zegt hij, versla mensen afhelpen van hun verslag. Ja, ik zeg, dat is eigenlijk wel interessant. En zo is dan bal aan het rollen gegaan. Ja. En kan je dus effectief met hypnose van... Allee, want ik heb vroeger nog gerookt. En dat blijft wel een themaatje. Ik geef dat wel eerlijk toe dat dat soms hier en daar wel een keer durft naar boven komen. Want ik ken het lange termijn effect van roken. Hè, dat je zeer in hoofd, slechte smaak, kun je niet goed slapen. Ja, en zo dat slechte gevoel. En ik projecteer een keer, iedere keer als ik daar zin in heb, naar het geden. Ja. Zodanig, want uiteindelijk, dat is zelfs op mijn junkfood... Het is niet die junkfood die smaakt, het is de hoesting en het verlangen ernaartoe die het hem uiteindelijk goed. Klopt. Vanaf het moment dat je dat eet, denk je, oh, wat ik nu weer ben. Maar het is dat verlang. Ja, de korte termijn verlang, ja. Die al dan niet gekoppeld is met een bepaald event. Hey, bijvoorbeeld drinken en roken is zoiets dat vaak geassocieerd wordt met uitgaan of muziek spelen en al. Hoewel ik nu wel heel weinig muzikanten ken die drinken en die zelfs roken. Vroeger wel, meer dan nu. Misschien omdat dat kwijt is, ja. Maar is dan uiteindelijk hypnose het wondermiddel van je verslaving vanaf te raken? Want ik ben, denk ik, bij dezelfde kerel geweest. Ik ben daar 3 keer geweest. Ik ben een keer geweest voor roken. Fabienne is er ook geweest, trouwens. Want die rookt nog altijd. En wat al evident is om mee samen te doen met iemand die rookt. Mm-hmm. Ook al van het feit dat dat soms stinkt in een nassenbak. Allee, als je die wil kussen, maar dat is weer een ander ding. En toen ben ik dan nog een keer terug geweest voor suiker. Tja. Ik kan eigenlijk niet zeggen dat dat... Ik heb dat later nog een keer iemand anders gedaan en die gaf me een soort... een code of zoiets, dat moesten herhalen. Okay. Met een mp3'tje dat ik zo elke dag 15 minuutjes moest doen. En die had ik wel de indruk dat dat beter was. Alhoewel dat ik die P ook ervan verdacht dat hij rookt. Omdat ze de mond zodanig fris rook naar munt. En als dat mensen dat inhebben, dan denk ik altijd zo van... wil je hier iets maskeren of zo? Ja. Weet je, dat is zo... Allee, tenzij je misschien ui of look gegeten hebt, maar... Dan had ik zoiets als een... Dus is dat hypnose het wondermiddel? En kan iedereen gehypnotiseerd worden? Want ik meen me te herinneren van een Edwin dat er een bepaald gedeelte is die super kan gehypnotiseerd worden. Ik denk zo 40% dan een deel die ça va. En dan een deel die totaal niet kan gehypnotiseerd worden. Ja, gaat een deel... Het is alles met volgzaamheid. Hè. Mensen kunnen wel makkelijk in hypnose, maar niet iedereen inderdaad. Het is ook... Ja, in hoeverre zijn ze bereid om de controle los te laten, hè? Ja. Want daar begint het al, hè. Meestal, wow, hypnose, shit. Nu ga ik mijn controle loslaten en heb ik het zelf niet meer in handen. En dan is uw ego er om u te beschermen en dan toch maar alles... u dat niet volledig in dat proces gaat. Maar voor mij is het wel, om van een verslaving af te geraken, motivatie is wel een belangrijke... In hoeverre zijn ze gemotiveerd om er echt van af te geraken? Want een verslaving levert u nog altijd iets op. Hè? Dat is nog een verborgen voordeel. Hè? Klopt. En zolang dat die kern, dat die behoefte wordt vervuld door die verslaving. En ik merk, als je weet van, oké, roken of drinken geeft mij bescherming of veiligheid. En ik, als ik nu andere strategieën heb... om diezelfde behoefte te kunnen vervullen, veiligheid of zo, je hebt andere strategieën ontwikkeld, is het ook makkelijker, merk ik. Maar het neemt niet weg via hypnose, dat alcohol is wel gelukt, omdat die met regressie was dat gaat naar de imprint van waar is het ontstaan. En ik was 4 jaar, mijn broerke werd, ik stond aan het kraambed van mijn ma, mijn broerke was geboren, maar het was een moeilijke bevalling. En ik was van geen tel, dus alle aandacht ging naar mijn broerke. En dan maakte ik de overtuiging, ik mag er niet zijn, ziet, ik ben niks waard. Wow, en daar zat die imprint zat zo diep. En dan heeft hij wel zo een beeld gekoppeld van, Tom...
stel je voor dat je nu, zijn we zoveel jaar verder en je bent nog aan het drinken, zie je daar zitten, jong. Vatzig manneken, dan met je collega's daar bij de overheid, zie je daar zitten met al die negatieve mensen rondom je. Je stinkt uit je bakken en wow, dat was zo'n beeld en ik voelde dat. En dat is nu echt wel, als ik denk aan alcohol, zie ik dat beeld. En dan is je van, wow, nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dus het is letterlijk door een negatief pijnding te koppelen aan de verslaving. Bijvoorbeeld als ik aan Fabienne vraag, van, allee, wat is die sigaret nu voor jou? Dan zegt ze letterlijk, dat is mijn beste vriend. Uh-huh. Die biedt mijn troost en dat is mijn beste vriend. En ik denk, ja, oké, goed, ja. Kan je daar niet veel op zeggen, nee. Want ik weet dat niet. Ik zeg, ja, maar hij wel een zoon, hé, en dit, ja, maar dat maakt me niet uit. Terwijl ik zoiets van, ja, weet je, ik roek, wil niet dat hij dat ziet. Misschien hypocriet van mij, maar goed. Maar zij is dat wel, ook 's ochtends, en ik kan dat niet over oordelen, want het is haar leven, dus... Ja. Allee, sorry, ja. En, maar... De... Hoe zou ik dat zeggen? Help je dan mensen door dat nieuwe beeld te koppelen aan die verslaving? Vraag je dan bijvoorbeeld... Ja, is er een bepaald ding dat je kan inbeelden die zodanig erg is, dat je het dan koppelt in die regressie? Ja, in het voorgesprek heb ik er zo wel van... En dan ga je wel een keer toetsen waar je echt wel afkeer van hebt. En ook wel provoceren en het een beetje confronterend maken. Hè, van stel dat je nog dat blijft doen. Wat gaat u dat brengen, hè, maat, binnen 5 jaar? Iemand die er zo diep in zit, ja, stel je voor, wauw, je vrouw verlaat u, wauw, je kinderen klappen niet meteen nu, wauw, tof, ja, is dat wat je wilt? Wauw, soms kan dat heftig binnenkomen voor mensen. En als je ze juist op de juiste snaar raakt, kunnen ze ineens zeggen van, wauw, ik ben er klaar mee. En dat kan zelfs zonder hypnose. Maar nee, oké, ja. Kun je wel iemand raken, maar, ik moet zeggen, hypnose is een middel, maar er kan toch nog wat diepere dingen zitten. En waar dingen dat u echt voor schaamt, maar dat zo beschermd is, waar dan er zoveel beschermingslagen over zitten, waar dat er niet bij kunt. Gewoon. Zelfs meer hypnose niet, denk ik. Want dat heb ik nu mogen ervaren. Hoe weet dat? Ik had dat wel al verteld. Met plantmedicijnen. Dat is ayahuasca dan, hè? Ayahuasca, maar iboga... Ayahuasca is zo wat... De moeder van de planten, nog wel een zachte, helende energie, en die gaat vooral in de verte, zo van, wow, toekomstbeeld van, wow, en je krijgt zo, dat, en ayahuasca is zo soms nog wat mysterieus. Nu, wacht, veel mensen kennen dat misschien niet, maar ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik stel me naar voren dat is een hoop planten ergens uit Zuid-Amerika, die je kookt, natuurlijk met een sjamaan, met een begeleider, die er een bepaalde intentie aan hangt. En dat sap drink je op. En normaal gezien moet je dan kotsen daarvan. Ja. Juist, hè? Ja, zo komt het eigenlijk basically op neer, hè? Klopt. En het is altijd met een intentie dat je dat gaat doen. Maar ayahuasca, iboga is eigenlijk meer echt wel gericht voor mensen met verslaving. Want iboga gaat in de diepte. En ik had een ayahuasca-ceremonie gedaan en die sjamaan zei... Tom, ik denk dat je wel een keer klaar bent voor een iboga. Is dat dan next level ayahuasca? Of kan je ook gewoon direct die iboga beginnen? Ik zou dat ook direct kunnen, maar ik dacht... Oh ja, iboga, ik heb wel plantmedicijnceremonies al verschillende gedaan. Dus ja, iboga is ook wel... Ja, maar iboga is de grootvader van de plant. Iboga, die heeft geen compassie, maat. Dat is... Die gaat gewoon... Wop, direct de diepte in. Nu, dat gaat ook in een soort trance, hè? Vergelijkbaar met paddenstoelen of zo, wat eigenlijk ook kan beschouwd worden als drugs, ook al is het natuurlijke drugs. Ja. Is er dan geen kans dat je verslaafd raakt aan al die... Want ik wiegert bijvoorbeeld, wiegert Meerman. Ja, ik denk dat die dat 40 of 50 keer nog gedaan heeft. Ja, bij ayahuasca kunnen ze wel, of met paddenstoelen, kunnen inderdaad wel mooie ervaringen maken, mooie reizen maken. Iemand die iboga gedaan had, dat is hard werken. Dat is echt... Dan gaat het zo de diepte, maar dan gaat het door alles... Je beschermingsmechanismen, dat wordt allemaal doorboord. Doorboord. En ik heb het ene keer als deelnemer meegedaan, die iboga. En ik dacht, oké, ja. Dan beginnen ze met één lepel, de welkomstceremonie. Eén lepel? Eén lepel. En dat slik je dan in? Ja.
Die water, dat is dus een wortel. Ja, lekker is dat niet. Nee? Nee. En dan... en ja, maar dat was precies dat ik twijfelde. En dat is dan direct dat dat begint te werken? Ja, na een half uur. Dat was precies dus dat je drinkt dat en dan leg je neer en doe je ja, ogen toe. Ja, en dan leg je neer op je mat. En dan, wow, was dat... En dan is dat ook zo met zo Afrikaanse muziek. Zo met eensnarig instrument. Ja, zo van die ding, van die... noemt dat drones, zo van die ding die zo heel tijd ja, blijven ja, naar al. Ja, wow, zo. Maat, echt. Dan gaat zo de diepte en was precies dat ik twee flessen vodka uit had. Van één lepel. Dat was nog maar de welkomstceremonie. De volgende dag is de dead. Dan zit zes lepels. Ja, maat. Dan ben ik echt zo de diepte ingegaan. En dat is ook met overgeven. Ja, dan heb ik ook moeten overgeven. Maar ik heb ook van de donderdag tot de zondagnacht niets geslapen. Niks. Niet geslapen? Niks. Wow, maat. Zit dat niet kapot? Kapot, ja, want het is echt hard werken. En... Maar hoe bedoel je hard werken? Bedoel, heb je dat dan genomen? Heb je dan die lepels genomen? Je slaapt dat niet? Bedoel, die dan... processen, want die gaat u direct laten zien. Hier is uw fucking probleem, maat. Hier heb je mee te dealen. En dat was gewoon nog mijn verslavingsstuk. En zie dat dan of zo? Van... Ja. Van mijn drugsperiode. Dat verslavingsstuk van hier. En alles wat mij voor schaamde. Want ja, dan doe de dingen dat je achteraf wel spijt van hebt. Ja, en, maar ik heb het nog niet doorleefd en doorvoeld. En zo van, zij het al vergeet. En dat is zo'n film, al die herinneringen. Ah ja, oké, maat. Ja, oké. En je gaat het allemaal doorleven, doorvoelen. En het is geen optie om er niet naar te kijken, want het komt nog sterker terug. En in de wortel blijft wij echt zo diep gaan, dat echt als je zo die ceremonie hebt gedaan, dat je... Ja, dan heb je geen goesting om te zeggen van, wow, dat wil ik nog een keer doen. Hè? Ja. Nee. Je moet nu wel zeggen, ik kreeg van de sjamaan dan, die zei van, ja, je hebt echt een fijne energie. En zegt ze, zie je dan niet zitten om mij mee te helpen begeleiden. Dus ik heb dat nu een tweede keer mogen doen, zo'n begeleiding. En nu de laatste keer was fantastisch. Ook wel met mensen, verschillende met een verslavingshistoriek. Dus ja, dat resoneerde ook enorm bij mij, dus om die mensen te mogen begeleiden in dat proces, ja, is zo mooi. En ook om die transformatie te zien. Ja, mensen ja, die aan de crack zaten en noem maar op, hey, zwaar verslaafd en al afklinieken en afgelopen en noem maar op. Maar Iboga, die geeft u wel 85% kans dat je definitief van uw verslaving afzet. Dat is, ja, maar dat is sterk spul, ja. En ja, moet geen exacte bedrag noemen, maar allee, ik kan me inbeelden dat je zo naar zo'n afkikkliniek, wat kent toevallig iemand die daar werkt, in Gent, aan de KBC-toren. Dat zijn zo van die drie villa's naast elkaar, afhankelijk van de graad van verslaving nog. Eén wat dat kost, en ook de kost aan de maatschappij, maar wat kost dat zo'n Iboga-ceremonie? Is dat zo 3 dagen met overnachting? Is dat 5 dagen is het. Ja? En... Dat is 995. Oké. Okay. Maar 5 dagen. Maar de eerste dag is een welkomstceremonie. De tweede dag is de death ceremonie. Dan gaat het echt wel heel heftig. En de derde dag is rebirth. En dan de vierde dag is er zo nog met live music. Om echt wel te landen. Dus en ja, weten en zo. Maar ja, het is zo mooi om in dat energetisch veld te zitten. Om dat proces, ja, als je daar... Ook als begeleider is dat zo fantastisch, omdat je ook spiegels krijgt en die thema's krijgt van wow, er zit hier bij mij ook nog een stuk waar dat ik aandacht mag aan geven. Maar als begeleider doe je niet mee, je drinkt niet die lepels mee. Ja, je geeft maar in mindere mate. Ja, ja. Je krijgt een helft van die lepels, omdat je ook in die energie zit. Maar ja, maar het is met een andere intentie dat je het doet. Het is helemaal anders, natuurlijk. Ja. En wat ik ooit een keer gelezen heb, is dat je heel goed moet opletten bij ayahuasca. Wie dat er dat geeft en wie die begeleiding doet. Dus, omdat dat... Ja, kan je zeggen, met de verkeerde persoon... Ja, oftewel gaat het effect niet goed genoeg zijn, oftewel kan je wel heel rare dingen meemaken. Klopt inderdaad. Die begeleiding is wel heel belangrijk. En dat is wel... Dat kan ik... als je dat doet... Ja, het is wel belangrijk dat je een goed gevoel hebt. Ja, in Nederland mag het officieel ook niet meer ayahuasca, maar het is nog op genoeg plaatsen dat je het wel
nog kunt doen. Is dat niet toegelaten? Dat wist ik niet. Nee, er is zo wel een voorval mee geweest dat er een keer een dooie was of zo. Maar dat was dan, ja, dat was niet enkel ayahuasca. Hij was nog aan de kameer. Hij had nog ook pillen gepakt en zo. Maar ja, ze hebben dan dat laten. Ja, hoe is het dan gekomen dat ze gezegd ja, het is door ayahuasca, terwijl dat het ja, de combinatie van nog andere pillen ook was. Maar, en in België, is dat in België toegelaten? Nee, ook niet. Iboga is dat wel weer toegelaten. Dat is dan. Ja, heel bizar hoe dat die. En dan truffels is wat ook toegelaten. En dan paddo's niet. Maar het is dan hetzelfde, psilocybine. Dus het is heel raar hoe dat die wetgeving soms zit. Maar ja, de Iboga zorgt ook van. Dat is eigenlijk een volledige reset van je neuraal netwerk. Dus al die verbindingen. Dus een reset, waardoor dat je nieuwe verbindingen kunt maken. Wat dat niet wegneemt. En wat wil dat dan betekenen? Wil dat dan zijn alles wat je geloofde tot nu, dat je dat kwijt bent? Die verbindingen. Nee, je weet het nog allemaal. Maar je hebt wel de kans om nu nieuwe verbindingen te maken. En niet in die oude patronen weer te doen. Hey, je kunt weer die oude patronen nemen, maar als je weet dat je dat echt wel niet meer dient, is het wel een ideale moment om nu nieuwe neurale verbindingen te maken. En gaat makkelijker, ja. En is het dan zo, werkt het dan beter bij mannen of bij vrouwen? Of heeft dat dan niks mee te maken? Dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Of jong of oud? Nee, ik moet zeggen, bij die deelnemers ook, ik heb er zowel van begin 20. Begin 20? Ja, dan zeg ik, maat, chapeau man, dat hij al... Dat maar die zit dan al verslaafd en die komt dan begin 20 al. Ja, die echt wel zo die awakening heeft, zo van wow, ik wil hier echt wel echt wel de kern, naar de oorsprong gaan. En dan heb ik ook van 60 plus, heb ik ook, ja. Dus, en ja, ik zeg het, laatst heb ik er iemand ook leren kennen bij de deelnemers, dat was dan een ingenieur, die 10 jaar voor de ruimtevaart heeft gewerkt en die dan ja, ook een teacher was in de presence, voor in het bewustzijn. En eigenlijk heb je van allemaal uiteenlopende mensen die er... Dus dat cliché van verslaven en marginaal en zo, dat is dus dikke bullshit. Eigenlijk mensen die een stap nemen, Iboga, die willen echt iets doen. Die willen echt al de leven naar een next level brengen. En die zijn ook bereid om die diepte in te gaan en echt wel gewoon los door die pijn te gaan. Want je kunt wel... Ja, een psychiater en een psycholoog is veilig, hè. Een beetje babbelen. Geloof je daarin eigenlijk? Dat praten zo bij een psychiater? Nou, 2 jaar. Je bent afhankelijk, hè. Dan voel je even goed. Je hebt al gepraat. En dan moet je weer 4 weken wachten, voel je slecht. Want als je het aan... Was het Paul Smit of Jan Heurts of Edwin Selay? Door het feit dat je naar de psychiater... psycholoog had, is dat je eigenlijk continu jezelf aan het herbevestigen bent dat je een verslaafde bent. Ja. Dus je maakt het nog erger. Je maakt het nog erger, ja. En ze maken je afhankelijk in plaats van dat ze jezelf redzaam maken. Is dat zo? Omdat je continu moet terugkeren, kom maar terug voor het 60 beurt. Ja, dat is echt wel, als ik er nu aan denk, wat suggesties dan die ook geven. Zoals? Ik heb het meegemaakt, ik heb mij ook zo'n heel even in de paas gezeten, zo'n psychiatrische afdeling van ziekenhuis. Ik was wel al gestopt met alcohol, maar ja, dat was dan relatiebreuk en wow, ik was echt net van herstellende van een burn-out en alles, ja, ik had wat keuzes gemaakt in mijn leven, een nieuwe vriendin, daar al direct bij gaan wonen, dan mijn dochter, een studiootje gehuurd voor haar en dan bij mijn vrouw weggegaan. Maar dan voel ik ook, shit, ik ben hier weer aan het vluchten. Dat is hier niet de juiste keuze. Maar ja, ik had de keuze gemaakt. En het resultaat was, ja, tegen die vriendin zei ik van... Nee, ik kan dat niet doen. Ik moet nu rust. Ik heb rust nodig voor mij. Ik wil even alleen zijn. Maar ja, mijn dochter in dat studiootje was ook geen optie om bij haar in te trekken. Bij mijn vrouw terugkeren was ook geen optie. Bij die vriendin ook niet. Dus dan was ik dakloos. Ja, dat was in 2019. Wow, ik zeg, goed gedaan, Brakkie, met al je opleidingen en al je persoonlijke ontwikkeling. Zie je nu zitten, dakloos, zo, met 2 valiezen, effectief, en dan nog wat boeken en zo, en dat was het. Ik dacht van, wauw. Dan hebben we mij laten opnemen, maar ik ging wel
met het idee van, oké, ik ben patiënt, maar ook onderzoeker en therapeut. Ik dacht van, ja, ik had al mijn methodiek om mensen van hun verslaving af te helpen, dus ik wilde wel een keer testen in hoeverre dat kinderen ook zou aanslaan. Maar ja, eerst moest ik wel even zelf terug op krachten komen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik er toe kwam bij die psychiater. Ja, zet u maar meneer Brakke. En ze wou uitleggen. En dan zei hij van, ja meneer Brakke, u hebt een depressie. Maar ja, de Edwin Selij kent het. Je hebt het niet, je doet het. Ik dacht, hé? Ik zeg, wat blief. Ik zeg, hoe weet hij dat? Ik zeg, ik zit hier nog maar 10 minuten. Nou ja, dat is mijn klinische blik. Maar had ik dat toen aangenomen van... Veel mensen zeggen dan, ik heb een depressie. En dan is zoiets, maar dan zit het eraan vast. En dan is dat wel uw leven. Van, een depressie, hebt een antwoord gekregen van, oké, en dan gaat u ook gedragen. Natuurlijk, ja, het is een nieuwe identiteit. Hè? Een nieuwe identiteit. En ik zeg ten eerste, ik heb geen depressie. Ik zeg, ik doe misschien een depressie. En dan kijkt hij zo naar mij van, ja, ik zeg, ja. Ik zeg, wat als ik het heb, kan ik er niet meer vanaf. Ik zeg, ik doe. Ik zeg, het is nu even een periode. En dan ja, ging hij zijn kas open doen. Het Walhalla van de junkies. Ik dacht van, ja maat, ik zeg, ik heb mijn leven al genoeg bollen gepakt. Ik zeg, dat gaan we niet meer doen. Ja, sorry meneer Brakke, dan vrees ik dat ik verder niks meer voor u kan doen. En zo simpel is het, hè. Maar had ik dat aangenomen, die suggestie, u hebt een depressie, en dan die pillen... Ja. Dan was ik afhankelijk geweest en in plaats van zelfredzaam. En misschien voor sommige mensen dat het kan werken op korte termijn, dat weet ik niet. Maar ik zie het toch net ietsje anders. En dat heb ik dan ook wel gemerkt, kinderen, als ik er rondloop. Ja, dan komen ze echt wel met elkaar rond. Allemaal pillen, hè. Ja, voor de mensen, 's morgens, ja, pilletjes. En dan denk ik, oh my god. Maar je ziet er ook twee soorten mensen, hè. Echt wel nog mensen met een sparkle, dat is echt... Oké, gast, dat is nog even een periode, maar die nog iets van hun leven willen maken. Maar ook mensen ja, die al zo lang aan die pillen zitten, dat wil er geen fuck niet meer interesseert. Hè. En die gewoon content zijn hè, met de easy oplossing, pilletje pakken, om niet te moeten gaan voelen. Hè. En dat is voor mij wel een eye-opener geweest. En dat heeft mij ook wel gesterkt als ik daar was, dat ik met mensen praten en dan die zijn... Maar Tom, wilde jij mij geloven? Ik heb met u een half uur gepraat. Ik voel me al stukken beter, veel beter dan dat ik met een psycholoog ga praten of met een psychiater. Ik weet niet wat dat... Ja, ik zeg, ja, het is ook mijn job. Ik zeg, en ja, dan merkte ik... Dat gaf mij voldoening en wist ik... Oké, dat is wel... Ik zit wel op het juiste pad. En dan, ja, heb ik daar zelfs... Op het einde deed ik daar hypnosesessies bij mensen op de kamer... om me ervan af te helpen. Want was dan zo één anekdote die ik er zat en er kwam dan iemand, zo'n vrouw, ze zat me in de recreatieruimte, dat ze zei van, wow, de psychiater is op reis, wat moet ik doen? Ik zeg, ademen. Ik zeg, heet die psychiater een toverfluit misschien? En ze lachte. Ik zeg, je lachte. Ik zeg, oké, ben jij dat of iets anders in jou? Ik zeg, sluit je ogen. Ik zeg, ga naar een moment waar je heel hard moest lachen. Ik zeg, waar ben je? Ah ja, bij mijn zus. Verjaardag, een taart dat dan op de grond viel. Ah, lachen. En ik zeg, ja, versterk dat gevoel. En ja, ik zeg, verdubbel dat gevoel. Hè. Lachen, lachen, lachen. Ik zeg, als je nu met dat gevoel denkt aan de psychiater die op reis is. Ik zeg, wat gebeurt er nu? Ja, het is weg. Echt. En dan... Van die neurale verbinding, van dat elastiekje, een stalen kabel, maar echt serieus zeker. Dus vanaf dat ze denkt, de psychiater is op reis, dat gevoel dat ze moest lachen. En door een nieuwe verbinding te maken, was dat opgelost. En ik zeg, probeer het oude gevoel nog maar een keer op te roepen. Ik zeg, hoe meer dat ik probeer, hoe meer dat niet lukt. Maar probeer maar. Ah, nee. En ik zeg, op een schaal van 1 tot 10. Ik zeg, de psychiater is op reis. Ik zeg, hoe is dat? Ah, 0. Het gevoel is weg. En het was opgelost op 7 minuten tijd. Dan dacht ik, wauw. Die zat al een paar jaar aan kalmeringspillen en dan kwam die verpleger zo van... Tom, waar heb jij dat mee gevonden? Die moet geen pillen meer hebben. Ik zeg, ik heb enkel gevraagd of dat die een psychiater een toverfluit had, maar ik zei, de rest hiervan gedaan. En ik zeg, je zus. En dan de je zus. Ik zei, indien die er aan het kruis hangt. Ik zei, Jezus. Ja. Die geloven? Eh? Ben je geloven?
Ja, ik ben gelovig, maar nu niet van Jezus. Ik geloof de universele bron. Ja, okay. Dat, niet de religies. Dat geloof ik. Dat lijkt me redelijk. Ja, ik geloof dat er wel iets is. Ja, dat we wel worden geleid. Dat ben ik... Dat vind ik nu interessant, neer. We hebben het er al over gehad, hè. Persoonlijke groei. En alles die er rond zit. Hè, laat je wel een stuk geloven. Dat is ook een business, hè. Dat je leven maakbaar is. Je hebt er natuurlijk bepaalde tradities, zoals het non-dualisme, hè, onze vriend Paul Smit. Ja. Er is niks maakbaar. Allee, er is niks. Er is heel weinig maakbaar. Het is zoals het is en het komt zoals het komt. Het gaat zoals het gaat. Hoe kijk jij daar naartoe? Voor mij is het leven niet zozeer maakbaar, maar wel stuurbaar. Stuurbaar? Ja. Je kunt wel, want elke beslissing die je nu maakt, bepaalt je toekomst. En het leven dat je nu hebt, is het resultaat van de keuzes die je gemaakt hebt in het verleden. Omdat, is het ook een kijk naar het non-dualisme, het dan die verslaving gehad of gedaan? Ik bedoel, dat was zo dat zo moest zijn. Dat is zo typisch wat hij kan zijn over non-dualisme. Maar voor jou is dat dus niet zo. Verslaving zie ik nu wel iets van... Mijn zielswaarde is puurheid. En mijn verslaving heeft mij wel geholpen om mijn puurheid naar de oppervlakte te brengen. Maar waarom kost je dat dan niet van je geboorte? Ja, dat is een mooie vraag. Waarom kon je dat niet van je geboorte? Dat je ik weet het ook niet, hè? Dat je dat ook niet zo ver... En dat ik die ervaringen op een of andere manier nodig had. Zie ik het nu echt wel. Van, je kunt pas weten wat is geluk als je ongelukkigheid gevoelt. En denk dat je wel die dualiteit nodig hebt, het leven... Om echt volledig je krachten en je potentieel te kunnen benutten. Maar is dat ook niet, als ik dan nu dat gesprek herinner met Paul Smit, zowel dat van jullie als dat van mij, zegt hij op een bepaald moment, onze hersenen, de neocortex, de verhaaltjesverteller, onze hersenen zijn eigenlijk gemaakt om, niet om gelukkig te zijn, maar om te overleven. Dus dat wil letterlijk zeggen, pak dan, stel je het dan voor dat voor jou geluk, hè? Dat is een vraag die jullie altijd stellen, veel geld en succesvol zijn en bla bla bla. Heb dat dan allemaal? Maar op een bepaald moment wordt die neocortex, worden je hersenen dat gewend. Worden dat gewoon. En wat gebeurt er dan? Ben je veel zo van die rockstars, movie stars, whatever? Dan nemen ze cocaïne. Omdat dat dan hun dopamine, een shot, mal 10 had. Of met mal 10 had. En die ervoor zorgt dat je, dat je weer zo er kan uitspringen. Ja. Terwijl je zogenaamd heel de tijd die gelukkige staat hebt. Allee, dus dat dat eigenlijk niet kan. Dus dat je hersenen continu op zoek zijn naar die... Allee, bepaalde soorten mensen hun hersenen. Ik had zo zeggen, het hangt een beetje vanaf tot wat je gedreven wordt. Het zo de serotonine mensen, die zijn zo 300 jaar bij elkaar. Wij niet, wij zijn dopamine mensen. En het dan de testosteron mannetjes, moet ze niet uitleggen. En de oestrogeenvrouwen natuurlijk. Ik zei nu vrouwen. Dat heeft niks te maken met de geslacht, maar kom. Denk je dat je dat dan... moet gaan zeggen, denk je niet dat we altijd op zoek gaan zijn naar die nieuwe kick, zal ik maar zeggen, om... Ik denk dat het vooral belangrijk is om tevreden te zijn met jezelf. En oké te zijn met de momenten die er zijn. En wat er is. En wat dat er is. En alles wat dat er dan op je pad krijgt, is iets dat je nodig hebt. Maar ik denk dat het vooral is de manier hoe dat je ernaar kijkt. Shit gaat je nog altijd op je pad krijgen. Maar nu ga ik er wel op een andere manier mee om. Ik merk ook die onrustigheid, die onrust dat in mij zat, die zit er nu ook nog altijd. Maar nu kan ik er wel bij blijven. Regelmatig kan ik er bij blijven. Dat ik zeg, ik voel onrust. Die onrust mag er zijn. Terwijl ik vroeger, onrust. En dan zocht ik al iets. Of het was mijn suiker. Of dat. En nu voel ik, die onrust. En kan ik zo als soort toeschouwer zijn van die onrust. Ja. En dan maakte wel een serieuze sprong
in zelfbewustzijn. En dat heb ik wel mogen ervaren. Want in de Human Design podcast van jullie, op een bepaald moment zei die kerel tegen jou van... het ging over Bert en Ernie. Ja. Ik geloof dat hij Bert was. Ja, ja. En dat je... ja, zo die weetjes en dergelijke meer. En dat jij wel iets meer mocht grumpy zijn, herinner ik grumpy, me op een bepaald wat meer chagrijnig mag zijn. En ook... zeggen van... Ik weet het even niet. Ik moet het even voelen. En ook uw tijd nemen om te voelen van... Is dit al goed of zit dat niet goed voor mij? Terwijl ik altijd zoiets was... Ja, oké, dat voelt goed. Ja, en ik ben al direct... Ik was ook zo. Dat doe ik nu ook bij bepaalde beslissingen. Kijk, had ik je moeten voelen. Ja, ja. En dat het ook oké is om te zeggen... Ja, oké, goed idee, maar ik weet het nog niet. Ik moet het heel even invoelen. En maar dat is een moeilijke wel... Dat merk ik wel, want dat is zo'n patroon dat erin zit, dat het nu zo van, ja, ik mag mij een tijd gunnen om te voelen, om daarop mijn beslissing te maken. Maar ja, dat is als je dat nooit op die manier hebt gedaan, en dat is ook weer iets dat je verandert. Maar ik ben mij er ook weer, het is ook weer dat stukje meer bewust van zijn, hè. En door zo echt wel in jezelf te gaan graven... Ja, met die human design, dat is eigenlijk ongelooflijk wat dat daar allemaal uitkomt. Dat je weet van, oké, dat is mijn design, dus ik mag ook wel leven volgens mijn design. Dus zijn we weer terug van, je zit op een bepaalde manier, want op een bepaald moment vroeg hij dat ook, hè. Stel je nu voor, je zit op de, want voor mij, die human design, de manier waarop ze dat berekenen, dat is hetzelfde als astrologie. Ja. En ze nemen je geboortedatum, je geboorteuur en de exacte locatie waar je geboren bent. Maar dus dat wil letterlijk zeggen, mensen die op dezelfde tijdstip, in dezelfde punt geboren zijn, dezelfde dag, dezelfde uur, dan die ongeveer gelijkaardig gedesigned zijn. Ja. Ja, en dan is het ook wel de poorten of de kanalen die openstaan. Hè. Je hebt 9 centra of zo, en dan het ene staat open en het andere is gedefinieerd of zo. Allee, ja, dat is zo uitgebreid, en dat je dan ook ziet, oké, dat zijn mijn kwaliteiten of... Ja, en dat is iets dat niet bij je past. Maar als je dat dan toch blijft in stand houden, iets dat niet bij je past, ergens diep van binnen voelde dat wel. Maar ja, je beseft dat niet of je weet dat niet. Terwijl als je dan de human design, en dan, nou ja, dat is niet wie dat je bent, dan in één keer zeg, oké, en ik zit dat hier al jaren in stand te houden. Ja. Maar ja, dan is het weer dat stukje uit je comfortzone. Hè. Dat is weer iets nieuws doen, en dan... Je ego, ja, dat overlevingsinstinct, vindt dat niet plezant, hè, maat? Nieuwe dingen, zo van, verandering. Wow, dat gaan we niet doen. Maar als je dat dan beseft van, oké, ja, tuurlijk, uit die comfortzone, logisch dat er wat angst bij te pas komt, ga je er ook weer op een andere manier mee om, merk ik. Zeg, en pak dat je morgen sterft, wat ik niet toe wens, hè? Wat mogen ze zetten op je plaat? Of op je, ik weet het niet, de vorm gaat er niet uitspreken, maar wat zou er mogen op je plaats staan? Change the rules, change your game. Ja. Ja, dat is fun. Ja. Zo grappig dat iemand laatst zei van, ik was zo, ik kan heel moeilijk beknopt zeggen wat ik precies doe. Dan zei ik, ben ik nu hypnotherapeut, ben ik nu transformatiecoach, ben ik nu dat. En elke keer voel ik er wel iets van, maar voel ik dat het niet de volledige lading dekt. Maar dat denk ik ook wel, Tom. Wow, en dat vind ik zo... Ben je dat met zand? Ik vind dat zo, ja, de mensen zo van, ja, wat doe je precies? Dan kun je het wel uitleggen, maar ja, soms is dat zoiets van, en laatst ziet iemand tegen... En waarom heb je dat dan? Is dat dan omdat mensen niet in een vakje kunnen steken? Ja, als ik wil het dan heel kort uitleggen wat ik doe, en dan, dan merk ik dat ik... Je hebt toch mensen met hun verslaving vanaf te geraken? En wat vermiddel je dat doet? Hypnose, ayahuasca? Klopt, inderdaad. Het is een matter, hè? Of gewoon een gesprek? Want nu zei iemand laatst van... Tom, ik zie jou als een gamechanger. Ja. En die voelde ik wel. Dan dacht ik van, wauw, eigenlijk is dat wel
mensen gidsen op hun pad naar een leven zonder verslaving. Ja, wel, dat is toch zo. En dat is nu... Ik ben laatst, een gids, ja, de stadsgids. Ja. Hij zit van een gids van mensen, ja, naar een leven zonder verslaving. Ja, en wel, en die voelde ik dan wel. Maar dat heeft wel heel even geduurd. En dat was dan iemand anders die dat zei. Dan kun je dat ze soms hebben, hè. Die dat ze zei. En dat hem voelt in elke vezel, in elke cel, game changer. En ze van, wow, ja, dat voel ik. En ja, dat is dan voor mij ook wel weer iets... Ja, niet dat dat allemaal zo belangrijk is. Maar ja, voor mijzelf was dat wel... Voor mijzelf duidelijkheid. Ja, dat was wel... Wel, Tom, kijk, bij deze wil ik jou bedanken voor je openhartigheid en je authenticiteit en je warmte en je vriendschap. Ik vond, wat dat me vooral opviel, is dat ik voel trots. En dat is omdat ik heb al heel veel met jou gesproken, of we hebben al heel veel met elkaar gesproken. En ik heb het gevoel dat ik je nu op je, als ik dat mag zeggen, op je best heb al gezien en gesproken. De manier waarop dat verhaal komt, vloeit. Je ziet wel dat het een impact heeft op je. En ik heb je ook al in andere staten gezien die slecht waren. Mm-hmm. Maar als ik dat vergelijk met nu, is dat wel een andere Tom. Omdat je staat er ook echt. Ik heb rust in mezelf gevonden. Ja, en dat is wel... Het is oké. Ik hoef mij niet zozeer mee te bewijzen voor niets en niemand niet. Ja, dat voel je wel enorm. En dat is voor mij... En nu is het dus ook niet van... Nee, ik moet niet mijn best doen. Ik moet gewoon mijn best zijn. Ja. En ja, je best zijn is gewoon zijn wie dat je bent. En ja, iedereen is uniek daarin. En mijn missie is eigenlijk mijn puurheid op een speelse manier met de wereld delen. En ja, dat kun je door openhartig te zijn en u mee te nemen in mijn verhaal. En mensen ermee door te inspireren uiteindelijk. En zo simpel kan het zijn. En ja, sommige mensen zitten, ik merk dat ook... Als ik dan zo die ceremonies begeleid, dat ik dan zo zeg, oké, maat, ja. Ik voel, jij zit nu daar. Ik kan er dan ook op inspelen. En ik voel ook van... Vroeger had ik zo van, ja, ik kan iedereen helpen. Ik ben er eigenlijk wel van over. Hè. Ik zou iedereen kunnen helpen, maar ik wil niet meer iedereen helpen. Nee. Ik heb dus echt van, gast, als jij niet gemotiveerd genoeg bent, of echt niet met mij de volledige diepte wil te gaan... Ik steek mijn tijd echt wel niet in u. Nee. Nee. En dat is wel voor mij... En dan gaat ook andere mensen aantrekken. Maar iemand dat dus u ziet, die heel diep zit, maar gevoel het... Oké, gast, we gaan samen de diepte in. En dat is gelijk bij duiken, hè. Met je buddy, jup, en je gaat naar beneden. Dan is het wel belangrijk dat er vertrouwen is. En je gaat de diepte in, hè. En ja. En als je zelf dat pad al bewandeld hebt en die diepte is ingegaan... Ja, we weten de weg, hè. En dan is het wel mooi. Dan kunnen mooie dingen... kunnen mooie verwezenlijking doen. Maar wat ik ook wel heb ervaren, zolang dat het verborgen voordeel achter je verslaving niet is aangepakt, 80% van de gevallen is dat tekort aan zelfliefde. Heb ik ook wel al mogen zien. Ja, als je jezelf niet graag ziet, dan is het de moeilijke. En... Dat beeld, hoe dat u zelf ziet, dat is zo ook ja, primordiaal eigenlijk om een verandering te mogen maken. Maar niet iedereen is klaar ervoor. En sommige mensen hebben dus iets van, nee, gelijk uw vrouw dan, ja, met roken, dat is nog iets daar oplevert, hè. Die sigaretten, dus dan mogen ze wel ergens zeggen, ja, ik zou eigenlijk wel graag willen stoppen, maar ja, ik zou wel graag willen stoppen. Nee, die wil zelfs niet stoppen. Nee, maar goed. En dat is ook wat dat is. En, dat is wat dat is. En dat is ook helemaal oké. En je kunt niemand pushen of overtuigen. Elk heeft zijn pad, hè. Als het niet vanuit jezelf komt, dan werkt het ook voor geen meter. Nobody's here to save you, hè. Nee. Het is pas als je... als het noodzaak is. Ja. Dan kan mij wel inbeelden, moest nu... De vrouw daar naar een dokter gaan en zei van, kijk, het zit zo simpel is, oftewel stop je mee roken, oftewel ga je door mee roken, maar dan leefde maar maximum 6 maanden niet meer, kan er wel een klik worden gemaakt. Dat is, wow, dat je leven wel nog belangrijker is dan die sigaret, en dan stopt onmiddellijk.
Dan is er noodzaak. Maar ja, dat is zo'n belangrijke, hè, die noodzaak. Hè. En ja, tijdens die boga-ceremonie was er ook één iemand waar er vier dan rookten. En ja, het was ja, dat, na die death-ceremonie, van daar waar sigaret opsteken, was zo'n afgrijzelijke smaak. En hij maakte direct de verbinding. Oh, nooit meer. Wil ik niet meer. Zijn pak, zijn sigaret uitgedaan, zijn pak kapot, de vuilbak mee. En hij heeft gezegd, ik ben er volledig klaar mee. Dus dat is dan... Maar ja, op. Dat is wat hij zelf zegt, het start met die intentie, met, ja, met het willen. Hè? En het voelen. Hè? Het voelen ook van, nu ben ik er helemaal klaar mee, want ja, die drie anderen die dan wel nog rookten, ja, die eerste sigaret smaakte ook niet goed. Maar ja, nou, de derde sigaret was al ook weer oké. Okay. Maar het is als je voor jezelf echt die beslissing maakt en je voelt het, ja, dan gaat het eigenlijk makkelijk. Want dat is eigenlijk maar een paar seconden, hè, die beslissing maken. Maar ja, het is... Nu, Tom, ik moet nog één ding zeggen. Je bent een mooi mens. Dank u wel, maar ik kan van jou net hetzelfde zeggen. Bedankt voor alles, man. Het is echt een uur vloeibaar goud. En ik ga natuurlijk wel de link, jouw links en allemaal erbij zetten. Bedankt voor te komen, alleszins. Heel veel plezier gedaan. Ik vind het echt super, super, super. Doet ik zo bijna verslaafd raken om bij jou in te kunnen laten coachen. Dat was ja, en eigenlijk het grappige is nu, in februari start ik mijn nieuwe podcast. Ah ja? Ja, dus kijk, ik krijg hier de primeur. Hey, alleen of zo? En om iemand anders. Onze podcast gaat noemen Back to the Roos. En dat is ook iemand die... Is dat een vrouw? Nee, Maarten. En die is gameverslaafd. Die helpt mensen met gameverslaving. En het mooie is, hij rookt ook nog. En dus ik ga hem afhelpen van zijn rookverslaving. Terwijl dat de podcast loopt. Via hypnose. Dus ga ik die sessie live doen. Want 1 februari gaat hij stoppen met roken. En dan gaan we ook zijn proces volgen. Want we zo'n podcast, dus we elke keer 20 minuten over verslavingen en al. En dan ook af en toe een keer een gast, een ex-verslaafde uitnodigen. Hoe is jij gestopt? En... Allee, jong. Ja. Max? Ja. Maar intussen, dit had de podcast al... Had je podcast al live staan. Die had inderdaad ergens in februari uitkomen. Kijk eens aan. Dus, Het allerbeste, Tom. Ja. Ja, tot binnenkort. Hè. Tot binnenkort, man. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!